Goedendag. Hè? Goedendag, kindertjes. Hallo. Hoe heet jij? Ik ben Royston. Ga jij naast mij zitten? Nee, toch maar niet? Ik weet nog wel wat het in mij losmaakte als klein jongetje, als mijn moeder een spannend boekje ging voorlezen. Of een verhaal. Een verzonnen verhaal, om zo maar even te zeggen. Youssef, kijk eens. Wat zie jij hier? Wat zie je allemaal hier? Ik keek heel graag naar Assepoester. Of naar, hoe heet die muizen nou, joh? Wacht even, waren muizen? Nee, geen Mickey Mouse. Hoe heet die dingen nou, joh? Hoe heet die muizen ook weer, die dikke film met die muisjes? Nee, stop maar. Lady en de Vagebond. Dat is helemaal geen muis. Nee, maar wacht nou eventjes. Komen daar geen muizen in voor? Die bolle muis en die... Hey, Lady en de Vagebond, dat zijn sowieso honden, dat weet ik. Maar ik wil weten of daar die muis in voorkwam. Is het toch Assepoester? Ik vind het best. Dit meisje lijkt op jou? Ja. Heeft dezelfde haartjes als jou? Ja. Ja? Dezelfde haartjes, hè? Ja, precies. Ben je goed als vader? Oh, ik denk dat ik zeker niet perfect ben, maar ik denk dat ik wel mijn best doe in dat opgeval. Ik denk dat er ook geen perfecte vader bestaat. Op het moment dat je jezelf de perfecte vader kan noemen, denk ik dat er toch iets los is. Maar ik denk dat liefde bepaalt. En op het moment dat je jezelf kan laten gelden als vader, dan denk ik toch dat je op de goede weg bent. Dat is Ibi. Zo heet dat meisje. Ibi. Ja. Hoe heb jij dit geleerd? Want jouw vader is natuurlijk op jonge leeftijd overleden. Klopt. Stiefvader. Ja. En een moeder die altijd kort erop zat. Tantes. Die altijd eigenlijk vrij papa en mama voor mij waren. Nichten. Eigenlijk ben ik heel erg opgegroeid tussen vrouwen. En die vrouwen hebben zich eigenlijk altijd om mij bekommerd tot de dag van vandaag. Tijd een beetje voorgeschat? Wie vind jij het mooiste op dit plaatje? Wijs maar aan. Oh, dat meisje, die lijkt een beetje op jou. Oh, daarom vind je die het mooist? Ja. Oké. Als je kleine kindjes hebt zoals dit, dan... elke keer als je maar weer aankomt, waar dan ook, dan is het eerste staan te kijken. En dan is de reactie van, hé, die ken ik. En dan is het, papa. En dan is het gewoon weer... Ja. Is jouw papa niet lief? Nee. Nee? Het is een bepaald warmtegevoel. Zo'n kindje voelt dat dan eigenlijk vanaf de eerste dag dat ze geboren wordt van... Hey, dit zijn toch de mensen die mij hebben gemaakt. Dus dit is mijn vader. Dat is mijn moeder. Ja, het is heel gek om te zien, maar het is toch echt pure natuur. Kom weer, geef papa's kusje. Ja, jouw papa is lief, hè? Ja. Ja, tuurlijk, meisje. Ja, zeker. Ja, lieve schat. We moeten koken. Ga jij koken? Ga jij lekker koken? Dan kom ik straks eten, oké? Oké. Ook belangrijk. Ja. Er moet gewoon gegeten worden om 6 uur, hè?